complexiteit van de straat zien we straatkinderen vaak impulsief reageren. Ze beginnen wild rond zich heen te schoppen en te slaan als reactie op een crisissituatie. Ziet er anderen die wat afstand nemen, wat meer tijd nemen voor zelfreflectie en dan met reacties komen. En dan ziet je toch vaak dat op lange termijn zij toch succesvoller zijn. Nu, toen de COVID-19-crisis begon en de lockdowns kwamen, zijn wij bij Streetwise en Mobile School natuurlijk ook, ja, wij moeten incasseren. En is er zo dat spanningsveld geweest tussen we moeten nu snel reageren of we moeten even de handrem optrekken en nadenken? We hebben een tweede gedaan. We hebben een survey gedaan bij de Mobile School Partners, gevraagd van waar zitten de noden om daaruit te gaan reageren. We hebben met Streetwise ook niet impulsief gereageerd met aanbod of wat dan ook, commerciële strategie. De vraag is van, hebben wij de juiste keuze gemaakt of hadden wij gewoon sneller moeten reageren? Was het belangrijkste snelheid of zelfreflectie op het moment van crisis? Bram, wat zegt de wetenschap? Omdat we het volledig verprutst hebben natuurlijk. Nee, we hebben als mens natuurlijk de neiging om in moeilijke omstandigheden inderdaad initiatieven te ontplooien. Als we maar bezig zijn, dan hebben we het gevoel dat we de omgeving kunnen beheersen. Waarom doen wij dat? Omdat we lijden aan de illusion of control. Wij overschatten de impact die ons gedrag heeft op de omgeving. Dus als je maar goed bezig bent, heb je de indruk dat je heel veel invloed hebt. Maar laten we wel wezen, toeval bijvoorbeeld speelt ook een grote rol. Dat kun je niet beïnvloeden. Ik ken heel veel goede ideeën die nu rond horeca ontstaan, die nooit het daglicht zullen zien, omdat je gewoon pech hebt. We kunnen niet alles beheersen. Wat we wel kunnen doen, is op gezette tijden een keer stilstaan. Maar het zit zelfs in ons managementjargon. Stilstaan is achteruit gaan. Laten we een kat noemen. In de automobielsector zit men met grote problemen omdat men nooit heeft stilgestaan. En daardoor gaan we nu letterlijk achteruit. Dus de vraag is gewoon van ja, niets doen is geen optie. Maar ik denk dat het vooral gaat over proactiviteit. Terwijl dat dan maar snel dingen doen, is reactiviteit. En dat hebben wij gezien bij onze outperformers op straat ook. Die zijn proactief, niet reactief. Dus ze combineren beide. Stilstaan en vooruitgaan. De vraag is, hoe doe je dat? Nu, ik denk zowel als mens, maar ook als kleine organisatie of als grote organisatie, stap 1 is om meer nee te durven zeggen. Maar wij zijn daar niet goed in. Dat zit niet in onze cultuur. Zeker in sociaal georganiseerde organisaties als onze. Vaak zijn ze zo gedreven dat we op alles ja zouden zeggen. Het punt is gewoon, zeg een keer wat je ook niet meer gaat doen. En ik denk dat dat alvast een goede tip 1 is om je daarop te oefenen. Op individueel vlak zou je ook kunnen zeggen, geef me wat tijd voordat ik daaraan begin. Laat mij even stilstaan voordat ik vooruit kan gaan. Oké, selectief keuzes maken. Selectievere keuzes maken. Tweede punt is, en dat klinkt misschien wel raar, is maar omhels frustratie. Wat ik nog altijd knap vind aan uw verhaal, is dat je uiteindelijk de frustratie rond wat er met die straatkinderen zien gebeuren hebt, heb je niet gelaten bij de frustratie. Je bent geen lobbygroep opgestart om dat onrecht aan te klagen. Je hebt een creatief idee op basis van de frustratie rond straatkinderen vormgegeven. En ik raad zelfs onze studenten aan in cursussen, maar zelfs aan de universiteit ook, om een frustratiedagboek bij te houden. Omhels frustratie als een kans naar innovatie. Maar wat doen we vandaag de dag? We mogen niet meer ons slecht voelen. We moeten op Facebook en op Instagram ons allemaal zo goed mogelijk voordoen. Maar laten we frustratie ook een keer toelaten, dat een plaats tijd geven, maar er vooral nadien dan iets mee doen. Hè? En dan terug die positieve focus pakken waar we het altijd over hebben. Waarin we het moment kiezen. Absoluut. Ja. Het derde lijkt simpel, maar dat gaat letterlijk over stilstaan. Neem pauze. Het is verrassend hoe weinig mensen dat er echt gewoon nog naar buiten gaan. Uiteindelijk, middageten achter uw bureau, 's avonds nog gans een tijd achter uw tablet zitten. Op den duur gaan we lijden aan wat ze noemen decision depletion. We moeten zoveel keer beslissen wat we gaan antwoorden of liken of zo maar op, dat we niet meer kunnen beslissen over de belangrijke dingen in het leven. Wij hebben die luxe wel. Wij kunnen actief, in tegenstelling tot de straatkind, zeggen van nu is het even gedaan met chaos. Laten we dat absoluut ook benutten. Hè. En dan het laatste is... Ja, ook het belang van digitale detox. Absoluut. Bewust af en toe afkoppelen, tijd nemen om in het nu te zitten. Absoluut, ja. En... Niet makkelijk. Nee,
Maar ik kan u daarbij helpen, Arnoud. Je moet altijd bellen. Dat is waar. En jij ook, Polle, trouwens. Dank u. Maar mijn laatste tip wil ik ook afleiden aan de hand van een van mijn favoriete komische programma's. Wat Als, ik weet niet of dat kent. Doet een Belgen ergens. Wat Als is gewoon een hilarisch sketchprogramma die zich altijd wat als vraag stelt. Wat als je een brood zou verkopen net als een wagen? En dat geeft hilarische tv. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, in temporum non suspecto, hè, op momenten dat er nog niets aan de hand is, zou het wel niet slecht zijn dat we een keer wat als vragen binnen onze organisatie loslaten. Wat als mensen plotseling niet meer naar een real-life training willen komen? Hadden we die vragen een jaar geleden gesteld, hadden we meer zuurstof gehad om over een creatieve oplossing na te denken. Hè? Dus weerom een mooie illustratie dat stilstaan niet echt achteruitgaan is. Nu, over stilstaan gesproken, wat er zelden stilstaat, is een muis. En mijn vraag is, waarom drinken muizen niet graag alcohol? Dat zit in uw sector, ja. Ik heb geen idee nog. Geen idee? Ik ook niet. Maar ze zijn bang van de kater, hè? Oh, jong. Ja, maar jong, kijk. Zo'n mooi sluitstuk. Bedankt. Weer 2000 kijkers minder. Ja, je kunt ons ook uitschrijven. Ja.